Helaas is het woord van de VVD weer eens niets waard gebleken. En dus vinden wij huizenbezitters, de VVD'ers, huichelaars. Vuile huichelaar, pak jij je koffer maar. Wat een kloterig partijtje is dat toch, die VVD? Nou, vertel. De huizenmarkt kan wel wat VVD gebruiken. Handen af van de hypotheekrenteaftrek. Ja, dat dachten wij ook, ja. Maar dat pakt toch anders uit. Het klinkt nu als een grap. Veel mensen voelen zich bedonderd. Dat kan ik me ook eens bij voorstellen. Toen wij gisteren hoorden dat de VVD toch door de knie is gegaan in de formatie met de PvdA... door toch te gaan morrelen aan de regels voor de hypotheekrenteaftrek, ja, waren wij zeer verbaasd. Wat een verhaal nou weer ineens wat ik hoor over die hypotheekrenteaftrek? Je blijft verhalen horen. Nou, schrik ik wel van ook, hoor. Hoe vindt u dat u nou ook te boek staat als een van de huichelaars van de VVD? Die ken ik niet. Die ken ik niet. Nee. Wat bedoelt u? Die ken ik niet, die uitspraak. Nou, dan hoort u hem bij deze. Ja, maar van u. Maar hoe vindt u dat u zo te boek staat nu? Nou, dat u zo door het leven moet? Nee, maar daar herken ik me totaal niet in. In de onderhandelingen heeft u Rutte aardig onder de duim, begrijp ik. Ja, maar daar doen wij geen mededeling over, zoals je weet. Maar ik mag daar toch wel complimenten over geven? Je mag alles, tuurlijk. Jij mag hartstikke goed dat je het zo doet. Voor jou dan. Ja, dat dacht ik. Voor mijn doen, hè. Zou u die zin nog eventjes willen herhalen? Van handen af van de hypotheekrenteaftrek. Je moet natuurlijk wel. Met twee hypotheken ben je ook weer een extreem geval natuurlijk. Maar zou u die zin nog even willen herhalen? Handen af van de hypotheekrenteaftrek. Wat zo'n mooie zin. Je stelt die vraag in het kader van de onderhandelingen. Maar herhaal die zin nog even. Ik wou eigenlijk toch maar gewoon even dan wel recht in uw gezicht zeggen... dat ik het eigenlijk een beetje een kloterig partijtje vind te worden nu. Ik hoor het. Ik neem, zoals dat in diplomatieke termen heet, ik neem er kennis van. Als zij dan iets doen wat haaks staat op hun eigen verkiezingsprogramma, of als ze kiezersbedrog plegen, ja, dan hebben zij zich door verantwoordelijk. Kiezersbedrog, dat vind ik een goeie. Als ze dat nee, mooi, een mooie term. Dan moeten zij zich verantwoorden ten opzichte van de kiezers, dus dan moeten zij wat uitleggen. Rutte heeft natuurlijk in de campagne in mijn eigen krant in de Telegraaf een groot pleidooi gehouden voor behoud van de aftrek. En ja, dan kan je niet na 12 september zeggen, we doen het toch even anders. Je moet over je schaduw heen stappen, zeggen ze altijd in de Haagse politiek, maar niet over je principes. Zegt u nog eens één keer, handen af van de hypotheekrenteaftrek. Ik zeg nu dat ik niks weet. Nee, zeg dat nog eens. Of hypotheekrenteaftrek staat als een huis. Zeg het nog eens één keer. Nee, ik ga... Even in de camera, één keer. 1, 2, 3. Ik kijk in de camera en ik zeg dan dat ik me altijd bij de feiten hou. Ja, niet dan krijgen we een lulpraatje. Dus we zijn het allemaal kwijt. Meneer Rutte, is dit vervelend? Helemaal. Ik vind het ontzettend leuk om dat te zien. Maar twee hypotheken, man. Dat is te veel. Nee, maar waarom haalt u die zin niet?